Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Miitopia video. Volgens mij zijn we bij de duisterdere force. Volgens mij zijn we bij het einde. Volgens mij gaan we de eindbaas verslaan. Dus als jij dat vet vindt, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's op je YouTube beeldscherm. Ik ben te hyped. Let's go! Oké, wat gaat hier gebeuren? Mr. Mime is erbij. Die zegt de duistere vorst heeft monsters gedwongen om deze toren te bouwen. Zodat hij van hoog in de lucht op de wereld kan neerkijken. En ik vraag, hoog in de lucht? Ja, vanuit een plek heel hoog in de lucht die de Anderwereld heet. Ik weet zeker dat je de duistere vorst daar vindt. En om er te komen moet je deze weg volgen. Waar wachten we nog op? En Mr. Mime zegt, ik kan niet met je mee. Er rust een vloek op die plek. Een normale sterveling zou daar niet lang overleven. Je moet mij helaas hier achterlaten. Je bent trouwens wel een held. Als je een normale sterveling bent, gewoon. En je komt gewoon wel mee. Dat is wel baas. Hey, bedankt voor alles, Mr. Mime. Tot later. We gaan naar de duisterdere vorst. Er is gewoon nog een hele wereld. Nee! We gaan naar de ruimte. Oh man, deze game die blijft maar duren en duren en duren. Op een gegeven moment denk je van, nou, nu zijn we er wel. En dan moet je toch nog weer naar een ander wereldje. En dan... Wow, dit is vet trippy. Woelu zegt ook, waar zijn we? En Kuiichi zegt, ogen, neuzen, monden, brillen. Zou het kunnen dat ze allemaal zijn gestolen van de gezichten van mensen? Wat is de Duitse ervoor? Toch een schurk, zegt Woelu. Nou, inderdaad, we moeten hem stoppen. Let's go, we zijn boos. Oh jee, en wat zijn hier voor enemies dan? Ruimtegnoompies. Oké, guys, dit kunnen wij. Wij kunnen best ruimtegnoompies verslaan, toch? Toch Shadow, toch Goichi. Bam. Toch Woelu. Kijk, dat bedoel ik. Lekker. Let's go, Goichi. Pas op. Nice. En ik klap hem en hij is nog niet kapot. En Shadow slooft zich uit en hij is nog steeds niet kapot. En Goichi maakt hem wel kapot. Kijk, dat was battle nummer 1 hier in de ruimte. Terwijl Goichi ook naar level 23 gaat. Hij is de laatste die level 23 bereikt. Iedereen is nu level 23 of hoger. Ik ben benieuwd dat het genoeg is. Volgende battle tegen 2 meteorieten. Bap. Let's go. De eerste is kapot. Nu de tweede nog. Oh, die rollen wel hard, die meteorietjes. Kom op, jongens. Kom op, even een tempootje erbovenop. Shadow doet 3 dubbel hitteschot. Dat klinkt supergoed. Let's go. Woelu helpt. Bap. Hoeveel pijn doet dit? Oké, nice. 130 ongeveer. En dan nog Woelu die hielp. Dikke space vibe hierboven, jongen. Laten we kistje openmaken. 3 game ticketjes. Lekker. Kunnen we even kijken of we een nieuw wapentje of pakje kunnen fixen? Woelu en Goichi zijn al leveltje 21 samen. En Shadow, die chillt er nog steeds bij Epona. Die is even zijn stal aan het opruimen hier zo in de, in de ruimte. Oh, en dat niveautje gaat gelijk, gaan gelijk 2 niveautjes omhoog. Level 22. Oké, eens kijken of we dit spel kunnen. Ah nee, dit gele vakje is veel te klein. Hij moet in het gele vakje. Dat gaat natuurlijk nooit. Ik ga nog 1 keer proberen hierna. Want het blauwe vakje is op zich ook wel chill. Nee, laat maar. Oké, maar waar moeten we naartoe? We moeten nog veel verder, man. We moeten echt hier in het heelal ook nog van alles en nog wat gaan doen. Tegen meteorieten vechten en zo. Let's go, let's get him. Palalalababam. Come on, Shadow. Shadow is wel echt langzaam, hè. Die gaat altijd pas nadat de vijanden zijn geweest. Want de snelheid van Shadow gaat ook gewoon niet omhoog. Als die een level omhoog gaat, dan gaat de snelheid gaat nooit mee. Dat is best wel grappig. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Ik had liever gewild dat hij toch wat sneller was. Oké, ik heb mezelf even beschermd. Wat hypejes gegeven. En ja, Woelu gaat helemaal los met zijn mega bliksem. En dan ga ik helemaal los met mijn blaadje. Hoppakee, blaadje hype. En dan Shadow. En die maakt het lekker af. Soms is het zo simpel. Woelu zegt een ogenblikje. Oh, die moet even... Waarom eet je nou een MP-snoepie zomaar op, jongen? Ik heb toch genoeg strooiseltjes voor je, meneer. Of mevrouw. Ik weet niet of je nou mannetjes of vrouwtjes, Woelu, bent. Geen idee. Let's go, Woelu! Pak die Space Cowboys. Blaadje hype. Oké. Space Cowboys leven allemaal nog. Space Cowboys gaan vol voor Woelu. Dat vindt Shadow niet leuk. En Shadow maakt jullie gelijk kapot. Lekker bezig. Kijk, Luigi doet even genezing. En dan zal ik het even fixen. Oh, tenminste, ik fix er 1. Fix jij die andere even, Shadow? Thanks, dankjewel. Oké, mazzel, tot de volgende. Houdoe. We kunnen een klein beetje naar boven. Hoe ver moeten we nog naar boven? En ik zeg, het duurt niet meer lang tot dat laatste gevecht. En Woelu zegt, oeps. En wil je voor die tijd nog wat regelen, Woelu? Of iets wat je graag kwijt wil? En Woelu gaat eerlijk zijn. Nee, niet echt. Nou, oké, cool. Dan gaan we weer gewoon verder.
We moeten tegen aliens. Hey, deze lijken wel een klein beetje op die aliens. Die alien, die eigenlijk de duistere vorst is. Die zijn ook blauw en die hadden volgens mij ook maar één oog. Ze lijken er wel een beetje op. Is dit een voorbode? Oeh, dat was een lekker aanvalletje trouwens, Wulu. Dat deed je echt goed. Dat deed je echt heel goed. Laat ik hem slaan met mijn grote klaver 4. En hij zegt, niet goed genoeg. En hij wil gewoon nog een keer lekker Shadow. Die vond zijn eigen aanval niet goed genoeg. En die zegt gewoon, nou, dan doe ik het gewoon nog een keer. Super chill als we dat gewoon altijd zouden kunnen doen. Maar helaas, zo werkt het niet in deze game. Oké, links of rechts, links of rechts. We gaan links. Kissie! 1870 monies erbij. Mooi, dan kan ik straks weer wat kopen. Vind ik altijd leuk als ik dingen kan kopen. Zijn hier nog meer aliens? Hier zijn zeker nog meer aliens. We hebben een hypermodus nodig. Let's go, aanvallen! Pak ze, Wulu! Of het dat was eigenlijk de aanval van Luigi. Maar maakt niet uit. Hoppakee, lekker gedaan, Wulu. Dat was echt weer die mega-explosie. Die is super sterk. Ja, dan is het gewoon klaar. Dan is het gewoon afgelopen. Met een klavertje 4 van mij. Lekker combootje weer, hoor. We zitten met z'n allen te eten en dat betekent meestal iets. De lucht vol duistere schimmen. Het lijkt erop dat we in de andere wereld beland zijn. Maar vanavond is het feest. Want onze reis komt bijna ten einde, zegt Zelda. Toad zegt, dat is waar. Zijn we dan helemaal klaar? Nou ja, dan keert de vrede misschien wel terug naar Mythopia, zeg ik. Als we de duisterdeure vorst hebben verslagen. Red, die vindt er niks aan. Die wil gewoon doorgaan met ons avontuur. En Zelda ook. Oh. Nou, dat kunnen we toch gewoon doen. We kunnen toch gewoon verder gaan. Misschien zijn er wel meer dingen die we moeten redden. Maar eerst, de duisterdeure vorst. Let's go, guys. Ik heb ruimtevoedsel. Daarmee gaat de HP en de afweer omhoog. Luigi, wil jij dat? Vind je dat lekker? Wulu wil altijd mijn vlinderhoning. Nou, maar ik heb hier geen tijd voor, jongens. Ik moet eerst geld uitgeven. Wulu, jij krijgt nieuwe kleren. Of niet. Als je een NPC-snoepje koopt, dan niet, jongen. Ach, dan toch niet, joh. Dan krijgt Mario gewoon nieuwe kleren, hoor. Dan gaan we het gewoon zo doen. Heldenlapjas. Effect dragen en let's go. We gaan door. Ik kan niet naar het kistje doen. Daar is die! Daar is die, jongens. Holy moly. De duisterdere vorst, jongens. Nou is het echt zover. Domein. Der duisterdere. Holy crap, jongens. Ah, wat gaat hier gebeuren? Hij lacht. Eindelijk dan. Ik zat me hier dood te vervelen. En ik zeg, laat de wijze met rust. Geef Mr. Iwata terug. Ja, man. Inderdaad. En hij zegt, nou, kom hem maar halen dan. Oké dan. Ik weet niet hoeveel gezichten die daar opeens heeft gestolen. Oké, we hebben twee handen hier. Twee handen en een zon of een maan. Ah! Dit is de duisterdere vorst Mr. Iwata. Lach ons niet uit. Hij vraagt, wat vind je van mijn nieuwe gedaante? Ik maak me een beetje zorgen. Ik maak me een beetje zorgen, als ik eerlijk ben. Dit is de eindstrijd. En ja, Rikachu in de game is ook een beetje bang. Die zegt, ik heb een grote fout begaan. En iemand zegt, stop. De duisterdere vorst Mr. Iwata is veel te sterk. Je kunt hem alleen aan met alle 10 je teamleden. En dit is het moment dat we een team moeten gaan maken. Er vechten er 3 tegen de linkerhand. En dat is team Zelda. Zelda, Toad en Zucker. Jullie met z'n drieën tegen de linkerhand. Dan tegen de rechterhand. Wulu, Shadow en Luigi. Let's go. En dan zijn dit de laatste 4 die vechten tegen het lijf. Deze 3 teams had ik verzonnen. En op deze manier gaan we het proberen. Let's go Zelda, Toadje, Zucker. Jullie mogen de eerste battle gaan doen. En ik kan natuurlijk niet echt helpen eigenlijk. Ik moet proberen om zoveel mogelijk strooisel, denk ik, te bewaren tot het laatst. En ik hoop gewoon dat zij het kunnen fixen met z'n drieën. Let's go Zelda, Zucker en Toad. Ik kan natuurlijk wel gebruik maken van de schuilplaats, denk ik. Als iemand damage krijgt, zoals... Oké, dit valt mee, dit valt mee. Dit deed niet zo heel veel pijn. Dit deed ook niet zo heel veel pijn. Oké, dit kunnen we aan. Lekker. Kom op Toad. Kom op. Pak ze hem. Pak hem. Nice. De linkerhand is weer bij zinnen en hij slaat ons. Moet ik al iemand misschien in de schuilplek gaan zetten? Ik ga er zo eens even naar kijken. Ik denk het nog niet. Ik denk dat ik de volgende beurt Toad even in de schuilplek doe. Nice. Kijk, ja, nu wordt het wel... Toad moet er wel in. Die gaan we er nu in doen. Oh, dat was wel echt een hele goede aanval. 319 damage. Zucker is inmiddels weer vol, want die heeft HP gestolen. En dan gaan we Toad eens eventjes in de schuilplek doen. Zodat hij hopelijk zichzelf gaat healen. Oké, Zelda doet er nog even een tik bovenop. Oké, niet Zelda aanvallen. Oké, wel Zelda aanvallen. Ja, Toad is weer vol. Nice. Helemaal vol. Oké, dan mag Zelda nu in de schuilplek. Dan kan Toad weer aan gaan vallen. Ik gebruik nog helemaal geen strooisel op dit moment. En dat is super nice. Kijk, oh, Zelda is ook alweer klaar voor de strijd. Dat gaat super snel met die schuilplek. Nice, nice, nice. Oké, dit deed wel een beetje pijn. Ja, de linkerhand is al kapot.
What? Wat? Lekker! Oké, stap 1 is gelukt, jongen. Team 1 was lekker bezig. Ja, die Toad die geeft aardig harde klappen. En ik hoop natuurlijk dat Shadow hier ook aardig harde klappen gaat uitdelen. En Wooloo is natuurlijk ook best wel sterk. Guigi kan hier healen tegen de rechterhand. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat deze iets moeilijker gaat worden misschien. Ja, dit wordt denk ik wat lastiger. Maar oké, we gaan er gewoon voor. Let's go! Pak hem, Wooloo. Nice, 113 HP damage. Oké, dit valt allemaal mee, de klappen die ik tot nu toe krijg. Dat doet niet zo heel veel pijn. Ik vuur Wooloo even af. Gelukkig valt hij niet in space of zo. Hij blijft er gewoon bij het team. Tot nu toe gaat het goed. Mega vuur er bovenop. Wacht even. Strooisel. Anders gaan ze denk ik dood. Ik ga de schilden gebruiken. Schildstrooisel. En ik hoop dat dit slim was. Oh nee, hij wordt nu alsnog getarget, Shadow. Oh jongens, ik hoop dat Shadow dit alsnog kan overleven. Of moet ik nog een keertje mijn schild gaan gebruiken? Of gaan we hem gewoon slopen? Auw, denk ik. Auw. Oké, Shadow leeft nog. Ah, hij leeft nog steeds. Shadow moet in de schuilplek. En heel snel in de schuilplek. Oh, hij is al gelijk weer vol, joh. Dat gaat zo snel elke keer. Dat is zo fijn dat het zo snel gaat. Misschien had ik het schild niet hoeven te gebruiken, jongens. Misschien was het toch niet nodig geweest. Is die kapot? De rechterhand is ook kapot. Dit gaat zo goed. Heel nice. Maar nu de eindstrijd. En ik heb 2 schildstrooiseltjes gebruikt. Ja, jullie hebben het gefixt, Zelda, Toad en Zucker. Jullie zijn goed bezig. Wooloo, Shadow en Guigi, jullie hebben het ook goed gedaan. En dan nu. Tegen de zon. Oh, nee. Of de maan, of weet ik veel wat het is. Hij zegt, daar hadden jullie niet op gerekend, hè. Nu zal ik jullie mijn ware kracht laten zien. Zet jullie maar schrap. Nee! De gezichten van de Matties. No way! Oké, wat wordt dit voor zieke battle dan? Nee joh. Moet ik nu tegen al mijn Matties ook gaan vechten of zo? Oké, het ultieme team moet dit gaan doen. Misschien dat ik toch Toad hierbij moet trekken, want Toad was wel echt mega sterk. Onze laatste strijd. Wat er ook gebeurt. We moeten winnen. Ik ben hyped, jongens. Duistere Force, Mr. Iwata. Hier komt de battle. Ik weet alleen niet. Moeten we al die muntjes om hem heen ook kapot maken? Of wat? Ik ga denk ik het hyperstrooisel gewoon een beetje tot het laatst bewaren. Eerst maar eens kijken gewoon wat er gebeurt, denk ik. Epona wil al gelijk helpen. Lekker, 130 HP eraf. Volgens mij hoef ik niet alle gezichten los te targeten. Dus dat is wel nice. En ik kan natuurlijk mijn bloemenfury gebruiken. En dan kan ik iemand boos gaan maken. Ik ga Steve even boos maken. De aarde is kwaad. Let's go, Steve. Let's go. Klap hem, jongen. Maak hem kapot. Lekker, Mario. Kijk, hij gaat gelijk 2 keer aanvallen. Maar nu ben ik benieuwd wat Mr. Iwata gaat doen. Hij roept een dienaar. Oh, moeten we nou tegen Shadow? We moeten nu tegen Shadow, hè? Oh, moeten we... Ah, en Wooloo. Oh, nee. Moeten we... Ik denk echt dat dit moeilijk gaat worden, jongens. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn. Ik krijg een beetje pijn hiervan. Oh, nice. Dankjewel. Kijk, we zijn beste Matties geworden. Dat is wel nice, want dan is mijn HP gelijk weer vol. En Shadow is weg. Ik ga denk ik ook Red even boos maken. Want ik bedoel, dat helpt toch wel goed. Dan gaat Red ook gewoon even misschien 2 keer aanvallen. Steve komt eventjes op Epona te zitten. En ja, Wooloo is ook weg. Kijk, toppie. Oké. Ga je nu zeker weer nieuwe dienaren roepen. Zucker komt erbij. En wie komt er nog meer bij? Alleen Zucker? Nee, ook Toad komt erbij. Let's go, let's get him. We gaan ze pakken. Ik ga zo eens even kijken hoe het ervoor staat met de HP. Fantoomschot, lekker Red. Goed gedaan. Dan nu Mario met zijn toverkracht. Nice. We krijgen nu wel wat klappies. Althans, Red krijgt wel klappies. Ik ga denk ik even wat MP-strooisel uitdelen. Ook aan Mario. En ik gooi even een hyper denk ik op Steve en Mario. Of had ik hiermee moeten wachten? Misschien had ik hier nog mee moeten wachten. Ik denk dat ik de muntjes allebei wel kan slopen. Sowieso de Toadmunt is kapot. De Zuckermunt helaas nog niet. Die wordt gesloopt door Steve. Dat is zonde een beetje van de beurt. Maar oké, maakt niet uit. Hij roept weer nieuwe dienaren op. En nu is het tijd voor Guigi. En zijn andere dienaar die hij oproept is Zelda. Ja, we moeten eerst al onze Matties kapot maken. Maar dit gaat ongetwijfeld wel lukken. Guigi is al weg. We gaan Red helpen. Oh nee, we gaan Mario helpen. Ja, en dan is Zelda ook weg. Ja, en dan is het nu denk ik tijd om Iwata te gaan slopen, of niet? Hij heeft nog 2/3 van zijn help over. Ik ben heel benieuwd waar hij nog mee gaat komen.
Hoppakee, 178 HP eraf. Nice. Oh, ik slaap. Ik moet even in de schuilplek gaan liggen, denk ik. Want hij heeft mij laten slapen. Moet even weer wakker worden. En Red is ook even weg. En Steve, die geeft... Oh, 276 HP. Lekker, Steve. Lekker. Kom op, Mario. We gaan hard. We geven hem zulke harde klappen, jongen. Ik ben weer wakker. Oh, wacht. Hij zegt dan nu het moment waarop jullie gewacht hebben. Wat gaat hij doen? Wat is dit? Wat gaat hij doen? Wat gebeurt er allemaal? We zijn bijna allemaal in één keer dood. Oké, Red, jij mag even in de schuilplek. Dan denk ik dat ik nu echt wel even strooisel moet gaan gooien. Let's go. En ik denk dat het ook wel tijd wordt om te hyperen nu. Dus let's go, hyper. Vol op de aanval nu, jongens. Oh, oké. Hij probeert iedereen kapot te maken. Hij gaat wel goed. Red, die is volgens mij weer soort van vol. Ik ga op de aanval. Hoeveel damage doe ik? 130. Mario gaat nu even de schuilplek in. En Red komt even terug. Red was bijna vol qua HP. Misschien gooi ik nog wat extra strooisel. Puur om ervoor te zeker te weten dat hij niet doodgaat. Ik kan natuurlijk ook nog schildje gebruiken, hè, strakjes. Maar dat doe ik pas op het laatst. Als ik echt hoge nood heb. Ik bedoel niet dat ik naar de wc moet, jongens. Oké, wat gaat hij doen? Oh, hij geeft wel echt harde tikken, jongen. Oké, Mario is weer vol. Dat betekent dat Mario weer terug kan. En Red gaat even de schuilplek in. En Steve krijgt wat strooisel van mij, zodat hij niet doodgaat. Even kijken hoe het ervoor staat met de duistere vorst. Ja, we hebben hem bijna! We hebben hem bijna! Let's go, Steve! We gaan hem pakken! Pak hem! Is hij kapot? Is hij kapot? Hij is kapot, hè? We hebben hem! Wat nou, jongens? Wat nou? We pakken je gewoon. Super chill. De duistere vorst is kapot. Of nou ja, het was natuurlijk de duisterdere vorst. Ik blijf de gekke naam vinden. Of is die nog niet kapot? Nee. Nee, jongen. Nee. Niet nog een battle. Iwata, doe iets alsjeblieft. Jij bent de machtigste der machtigen. Hij zegt, deze keer ben ik er klaar voor. Pak aan! Boppakee, ja! Hij is verzegeld. Het rare blopoogje. En Iwata zegt, luister goed, duistere vloek. Beweeg zoveel je wilt. Het haalt toch niets uit. Dat zo'n klein dingetje gewoon voor zoveel problemen kan zorgen, hè? Iwata zegt, Rikachu, ik ben je erg dankbaar voor mijn redding. Ach, graag gedaan, man. Maar jij hebt me ook veel geholpen, Iwata. En Iwata wil ons nu een verhaaltje vertellen. Het verhaal over hoe de duistere vloek is ontstaan. Nu gaan we eindelijk weten wat het voor blauwe blob is. Want het begon heel lang geleden. Met een eenvoudige sterveling. Die sterveling was erg triest en eenzaam. Waarom negeert hij Remen? Waarom ziet niemand me staan? Hij keek in de spiegel. En toen werd zijn gezicht droevig en boos zo te zien. Ah, hij vond zijn gezicht saai. Niet zo boos kijken, jongen. Hij haat zijn gezicht. En daarom gooide hij zijn gezicht weg. Wat? Maar zonder gezicht kon hij niet bestaan. Hij deed gewoon even zo. Doe je gezicht. Al snel was ook zijn lichaam verdwenen. Wat achterbleef was een ziel vol haat, nijd en jaloezie. Arme, arme blobje. De schaduw van deze ziel veranderde in de duistere vloek. En zeg eens, Rikachu, wat moeten we doen met deze duistere vloek? Weet je, ik heb medelijden. Weet je, we zijn genadig. Laten we hem gewoon redden. Let's go. Laten we voor de aardige optie kiezen. Iwata zegt ook, je goedheid kent geen grenzen. Let's do this. In dat geval moet je hem wel een gezicht geven. Maar hij heeft toch een gezicht? Hij heeft al een oog. Een vervloekt monster dat zijn eigen gezicht heeft verstoten. Wie is uiteindelijk degene waar het allemaal mee is begonnen? Wie gaan we hiervoor kiezen, jongens? Eigenlijk moet dit Bowser zijn, hè? Dit moet wel. Dit moet zo zijn. Bowser gewoon. Bowser is het vervloekte monster dat zijn eigen gezicht heeft verstoten. Het was altijd natuurlijk weer die Bowser die voor problemen zorgt. What up, Bowser? Was jij het gewoon weer? Wat een prachtig gezicht trouwens, zeg. Wat mooi gemaakt. En Bowser zegt, wat is er? Waar ben ik? Oh, nee. Is dit mijn gezicht? Ah! Bowser, ben je blij? Bowser zegt, je hebt me gered. Ik hartelijk dank. Hij is er blij mee. En Iwata gaat zich over Bowser ontfermen. Dat is ook wel gewoon een mooie beeldspraak. Het is een mooi verhaal op deze manier. Iwata gaat met Bowser reizen en zijn slechte daden goedmaken. En het is tijd om afscheid te nemen. Heel erg bedankt voor alles. Graag gedaan. En tot ooit. De stem spreekt tot ons. Die zegt, ho, knap gedaan, Rikachu. De monsters zullen verdwijnen. En alle gestolen gezichten gaan terug naar hun eigenaren. Je hebt Miitopia gered met deze bazen. Ja, kijk, we gaan allemaal even ons dansje doen natuurlijk.
Hier zijn we dan met z'n allen. Wooloo, Shadow, Guiji, Steve, Zucker en natuurlijk ook Epona. Dit is het meesterteam. Dit zijn ze gewoon. De helden van Nintendopia. De redders van Mythopia. Alle gezichten komen terug naar alle inwoners van Nintendopia. En ja, dit ziet er... Oh, ik word hier wel blij van. Mooi. En zo keerde de rust en vrede eindelijk terug in Mythopia. Gefeliciteerd! We hebben de game uitgespeeld. Maar volgens mij gaat er nog veel meer gebeuren hier in Mythopia. Volgens mij zijn we eigenlijk nog lang niet klaar. Volgens mij kunnen er nog van alles en nog wat gaan gebeuren. Ik vind dit wel mooi dat nu even de hele kast langskomt met Snorlax en zijn onderdanen uit Animal Crossing. Lucky, Joey, Enka en natuurlijk Sprocket die zijn kip aan het opeten zijn. En Luigi en Peach gaan trouwen. Peach gaat eindelijk niet trouwen met Mario, maar met Luigi. Ja, en dan is Ganondorf natuurlijk super sad. Maar King Boo is er om hem op te vrolijken. Alleen heeft hij daar geen zin in. We hebben hier de drie zusjes. Pichu, Pikachu en Raichu. Yay! Die gaan nog even een dansje voor ons doen. En daar zijn Bowser en Mr. Iwata. Die gaan een puppy adopteren. En dat is een mooi moment om deze game, of in ieder geval deze video, af te sluiten. En misschien komt er nog wel een nieuwe aflevering. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik jullie zoals altijd bij de volgende. En dan zegt de crew ook nog even gedag. Mazzel!